Hey, 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 ja, hey, 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 ja, hey. Ik heb het gezegd. Ja, ik zei het gisteren. Ik denk, mijn hele messengerbox, die loopt vol. Ja, ik denk, hey, die gaan natuurlijk allerlei mensen, die gaan mij schrijven natuurlijk. Die gaan natuurlijk allemaal zeggen, hey Annie, dat zei je gisteren. En trouwens een paar dagen daarvoor, had je dat ook al gezegd? Ja, maar nee, niks in de messengerbox. Ja, maar ik heb het wel gezegd gisteren. En je hebt het gelezen vandaag, hè? Ja, want ik heb de hele tijd gezegd, jongens, Louis van Gaal, nee, niet doen met het Nederlands elftal. Nee. En dat blijf ik zeggen. Want hij is tuurlijk een goede trainer, mag je allemaal hebben, maar niet op dit moment voor Oranje. Niet voor deze spelersgroep. Absoluut niet. Nou, en dat heb ik vanaf het begin af aan gezegd. En de hele goede gemeente van experts en mensen die het allemaal zo verschrikkelijk weten. Oh, we weten het goed. Die zeiden allemaal van, hé, dat moeten we Louis wel voor nemen, hoor. En daar kan de KNVB dan ook niet omheen. Ha! Hey. En hier staat hij dan. Ja, want jullie schreven allemaal aan mij van, Harry, jullie hebben er echt geen kijk op. Hey, nee, Harry heeft er geen kijk op. Nee. En dat krijg je helemaal gratis via dit kanaal. Daar hoef je helemaal niks voor te betalen. Gewoon, ik zei, Ten Cate. Ja, heb ik vanaf het begin af aan gezegd. Henk ten Cate samen met Lodeweges. En wat hebben we nu gelezen? Wat lezen we nu? Tatarada, tatarada, tatarada. De Spelersraad heeft aan de KNVB gevraagd, voorgesteld, Ten Cate. Ha, nou zeg, hey, waar kijken we hier dus naar? Ja, hey, ja, hey. Heb ik dus even een beetje, ja, ik kom hier niet mijn gelijk halen, maar ik heb het gewoon. Ik hoef het niet eens te komen halen. Ik heb gewoon gelijk. Ja, Ten Cate, dat is de man. Ja, dus waar kijken we hier nou naar? Hier, goed kijken. Hier. Hey, hey. Ja, wat zien we hier? Hey, voetbalkennisje. Ja, die staat hier. Ja. En ik ga jullie zeggen, vanaf 14 september ben ik elke maandag live op Facebook. Ja, om 8 uur 's avonds. Dus vanaf nu, elke maandag, hey, gewoon inschakelen, ben ik live om 8 uur op Facebook. En dan kunnen wij allemaal dit soort onderwerpen behandelen over voetbal. Ja, elke maandag dus, om 8 uur. Ja, want dan hadden we dit ook besproken bijvoorbeeld. En dan had ik ook tegen jullie gezegd, hey, hey, ha, wat had ik gezegd?